Hallo iedereen, ik ben Stal van Kraftmama en vandaag ga ik u laten zien hoe ik dit fantasiediertje heb gemaakt. Ik maak deze diertjes al wat langer en Devin zag deze op Facebook of Instagram bij Furikami. Ik zal je de link ook onderin geven. Maar natuurlijk vond ik hem iets te duur, want ik maak hem liever zelf. Ik heb hem een beetje zelf aangepast met mijn eigen stijl, mijn eigen patroon gemaakt. En ik kunt ook zien alles wat ik gebruikt heb onder in de beschrijving. Nou, ik ben begonnen met polymer klei en ik heb ook zelf deze oogjes geschilderd op glazen cabochons. Dit is het beestje wat ik ga proberen te maken. Dit is ook de maat waarin ik hem wil hebben, dus dat ga ik zo namaken. Dus eerst heb ik mijn klei helemaal geconditioneerd en heb ik van aluminiumfolie ongeveer de grootte van het gezichtje de basis gemaakt. Zodat ik een wat boller gezichtje kan maken. En niet te veel klei gebruiken, want het moet niet te zwaar zijn. Dan duw ik de ogen erin. En dan ga ik zo omheen sculpten zoals ik hem wil hebben. Ik gebruik gewoon heel simpele tools, dus haalnaalden en om de klei mooi weg te werken. Je kunt voor klei gebruiken wat je zelf net wilt. Steekprikken zijn heel handig. En natuurlijk je vingers. Furikami heeft heel veel leuke art dolls en zijn heel veel kunstenaars die van deze poppen maken. Maar ik vind het veel leuker om ze zelf te maken, zodat ik hem tenminste in mijn eigen stijl kan maken. En ik ga er zeker ook meer maken. Vanaf deze week kun je weer iedere zaterdag een nieuwe video verwachten. Dus ik ga weer een video extra maken. En dan ga ik de ene week een polymer klei video maken en de andere week daar heb ik volgende week een leuke verrassing voor jullie. Dat zullen jullie volgende week zaterdag zien. Dus vergeet niet ook om volgende week zaterdag om 5 uur te kijken. Dan heb ik een hele speciale, leuke verrassing voor jullie. Met een hele speciale extra video. Nou, we bouwen dus mijn hele poppetje op. Ik gebruik dus zelf de transparante klei gemixt met blauwe klei en zilveren klei. En als je dat gebakken is, dan krijg je een heel leuk effect erop. En zo bouw ik dus ook het gezichtje van mijn poppetje op. De rand van mijn gezichtje ga ik platduwen. Zodat de rand straks gebruikt kan worden om het lichaampje vast te lijmen. Ik heb ook zelf al een patroontje voor gemaakt. Maar ik had groeven erin dat de lijm wat beter kan pakken. Nou, wat ik dus heb gedaan is, zoals je ziet, ik heb dus het poppetje uitgetekend. En heb ik de grootte, hoe groot ik hem wil hebben. En heb ik de grootte van het poppetje, heb ik zelfs aluminiumfolie gebruikt. En daar heb ik patronen van gemaakt. Er zijn ook heel veel goede tutorials van op YouTube van hoe je zelf een patroon kan maken van een plushie. En ik heb gewoon een beetje mijn eigen fantasie gebruikt ervoor. Dan heb ik hier meerdere blaadjes gemaakt die ik als een oren ga gebruiken. Want deze sprites, deze veetjes die ze maakt, die heeft allemaal hele mooie blaadjes op de oren. Dan gebruik ik hier wat oogschaduw en Pearlax om een mooi effect erop te krijgen, een glanseffect erop te krijgen. En dan gebruik ik wat donker oogschaduw ook voor de schaduwen erin te brengen. Dit zijn Mika poeders. En dit zijn steentjes voor je nagels te versieren. Die komen van de Action vandaan, van die mini steentjes. En dan lik ik gewoon aan de achterkant van mijn... Van mijn stokje om de steentjes op te pakken, dat werkt bij mij het beste altijd. Dan maak ik nog eens extra set oortjes erbij. Dan geef ik eigenlijk 3 oren. Ik heb meer eigenlijk blaadjes die andere 2, maar... Het zijn helemaal fantasiebeestjes, dus je kun je bij maken wat je wilt in de kleuren die je wilt. Ik wilde gewoon zo dat het heel schattig eruit zag.
En dan ga ik zijn pootjes maken, die maak ik ook van klei. Die vorm ik gewoon eventjes niet recht, maar gewoon gebogen, alsof die eigenlijk zit. Want het patroon zoals ik hem heb gemaakt, kan ik hem ook neerzetten straks. En daarom is het ook fijn om van tevoren uitgetekend te hebben. Dan weet je tenminste hoe je wat bij je wat wil hebben en hoeveel grootte je wil hebben. Dus ik probeer het zo op die maat te maken. En ook hier gebruik ik natuurlijk wat pearlax, wat glitter en ik gebruik wat steentjes voor de versieringen. Als ik het allemaal gedaan heb, dan maak ik er van paperclips, heb ik de lijn geknipt, de pooltjes opgemaakt. En die gebruik ik eigenlijk als voelsprieten. En dan natuurlijk een stukje ijzerdraad gebruiken, maar ik vond het witte wel mooi erbij. Dat ziet er wel chiquer uit. Nou, als je tevreden bent, kijk ik maar op het begin van na en dan bak ik hem af. Doordat hij dan afgekoeld is, kan ik dan verder gaan met mijn poppetje. En dan heb ik ondertussen ook mijn patroon geknipt. Nou, eerst is hij uit de oven, hij is dus helemaal goed afgekoeld. En dit is het patroon wat ik dus zelf heb gemaakt. En dat heb ik dus uitgeknipt op, met een handje eromheen natuurlijk, op fluffy stof, dus op bont, net bont natuurlijk. En dan ga ik mijn naald eerst alles aan elkaar zetten, dus het bovengedeelte van het hoofd. En ik hou een beetje ruimte over, zodat ik hem niet straks ook op goed op kan lijmen. Dan naai ik op de zijkant van mijn figuurtje dicht. Zorg dat ik alles goed vastknoop. En dan naai ik op de onderkant zo'n pin erop. Dan hou ik dan een ruimte over bij het hoofd, zodat het hoofd ermee gelijmd kan worden. En dan, daarna kan ik de bovenkant dicht naaien als ik de vulling erin heb zitten. Nou, hierbij moet je dus wel een beetje verstand hebben van patronen maken en poppetjes in elkaar zetten. Maar ik zorg in ieder geval dat bij het hoofdgedeelte de ruimte over is. Kijk, dit is wat ik eindelijk in elkaar heb gezet. De bovenkant is niet helemaal dicht. Alleen het hoofdgedeelte nog, dus waar het hoofdje komt. Kan ik hem dan binnenste buiten gaan draaien. Ik heb gezorgd dat er nog een lange draad aan is waar het hoofd zo meteen dichtgenaaid kan worden als de vulling erin zit. Maar eerst ga ik nou het gezichtje erin in lijmen. Ik heb een hete lijmpistool er wel aan staan. Ik gebruik nou een hele fluffy stof. Kijk, en dan komt hier zo het gezichtje in en dan kan de bovenkant zo dichtgenaaid worden. Je kunt de stoffen van tevoren scheren dat het wat korter is. We halen nu de aluminiumfolie los. Dat doe ik heel voorzichtig aan. Die heb ik vooral gebruikt zodat er een holle ruimte achterin ontstaat. Dat ik ergens een plaats heb om vast te kunnen lijmen. En dan heb ik niet zoveel klei gebruikt. Ik ga dan onderaan beginnen dat hij recht in het midden zit. Met dat lijm zo. En dan lijm ik hem zo op deze manier zo erop. Dat de rand mooi weggewerkt wordt. Dat je niet ziet waar de netting van de stof eigenlijk zit. En ben voorzichtig met een heet lijmpistool. Je kunt ze al flink pijn doen natuurlijk. Ik heb hem voor mij pas net aanstaan, dus zo warm is hij nog niet. Dus ik begin gewoon hier onderaan met een heel klein puntje. En dan ga ik langzaam aan verder werken. Dat is ook een beetje drogen. En dan lijm ik hem zo erop. Wacht ik heel even tot de lijm een beetje koeler is en dan druk ik het al voorzichtig aan. Dan ga ik zo verder totdat hij helemaal rond dicht zit. Dat als je niet veel lijm doet, dat zie je straks er doorheen. Dan voelt het poppetje ook hard aan. Het geeft niet echt een mooie uitstraling, vind ik zelf. Kijk, dan heb ik hem rond, dan heb ik hem zo goed als dichtgelijmd zometeen. Ik heb er een beetje ruimte naar over. Dan ga ik hem vullen met gewoon kussenvulling. In ieder geval dus gewoon vulling vanuit een kussen. Ik doe hem gewoon helemaal vol. Maar ook weer niet te vol, hij moet ook een beetje zacht blijven. Dus gewoon vol genoeg dat hij netjes rechtop blijft staan. Je kunt wat nog iets verder vullen. Als we het laatste stukje hebben.
En dan heb ik nog een beetje ruimte over. Dat als ik een kleine ruimte zou hebben, zou het moeilijk zijn om goed te vullen. Ja, verder met dichtlijmen. Nou, zo'n nepbond als dit, dat kun je eigenlijk op heel veel plaatsen halen. Zeker hier in het zuiden van het land heb je die overal bij de carnavalswinkels wel. En dat je maar heel weinig nodig hebt, je kunt in principe met een halve meter kun je al heel veel maken. En vaak kost deze bond wel een tientje per meter. Maar ja, als je maar een halve meter hoeft te kopen of maar een kwart meter, ja, dan ben je 2,50 of 5 euro kwijt. Dus. We laten dus voorzichtig aan helemaal rond. En dan vul ik hem nog wat verder aan. Het goed stevig vol zet. En dan kan ik hem daarna bovenaan dicht rijmen. Dus door de vulling, wat je ziet, is een beetje uit elkaar knijpen. Ik weet niet hoe je moet zeggen. Losknijpen, dat het niet één stofvaste bol is. En dan ga ik op en neer met de naald zo meteen om de rest van het hoofd dicht te lijmen. Dat is het gat dat bovenin nog open zit. Dan ga ik zo dus op en neer. Goed opletten dat niet alle haren ertussen trekken. Dan hou ik de naald goed opzij. En dan vul ik hem zo helemaal vast. En natuurlijk gebruik ik draad uit dezelfde kleur als poppetje, zodat je het allemaal niet ziet. Als ik nou eens het zwart zou gebruiken, dan zou je het allemaal heel goed zien. Dan heb ik hem helemaal bovenaan dicht zitten, dicht geknoopt zitten. En dan kan ik het loshalen. En dan hoef ik alleen nog echt pootjes te doen. Dan kun je dan ondertussen wel een beetje zien hoe je eruit komt zien. Ik vind hem nou wel super schattig. Nou, ik heb hier de pootjes, daar heb ik dus een klein stukje van de stof rond hem heen gelijmd. En dan ga ik dus ook de pootjes zo vastlijmen. Dit is geen beweegbaar poppetje. Je kunt ze ook met. Ik heb dus een klein stukje van de haren weggeknipt. Maar dat doe ik nou lijmen, want dan ga ik het pootje vastlijmen. Maar je kunt ze ook maken met bewegelijke armen en bewegelijk lichaam. En dat is vooral met ijzerdraad. Dat doe ik nog niet echt. Ik vind ze van nou vooral leuk om ze zo te maken. Ik heb dat dus een beetje van de haren weggeknipt. Daar doe ik dus een lijm op en dan lijm ik zo het pootje op vast. En hier zie ik, doe nog een stukje stof eromheen. Wacht, het lijm droog is. Doe ik ondertussen knip ik wat van de haren korter, want meestal is deze stof veel lange haren. Je kunt ze ook scheren dat ze korter zijn, maar ik vind het knippen vaak ook wel makkelijk. En dan kijk ik hoeveel haren is nodig. En dat is de onderkant van het pootje daar. Kijk, daar wil ik zo meteen het andere pootje hebben. Dus dan knip ik weer de haren weg, dat ik goed bij de netting kom, dat de lijn in de netting komt als ik hem vastlijm. Als ik hem op de haren vastlijm, is hij eigenlijk los. Hij moet echt op de ondergrond vast komen zitten. En duw ik de was en dan lijm ik haren eroverheen. Kijk, hier maak ik hem een beetje korter te knippen. En heb ik alle twee de pootjes vastgelijmd. En is hij eigenlijk klaar. Nou, even testen. Kijk, hij blijft ook mooi staan. Hij is super leuk geworden. Ik vind hem echt heel erg schattig. En ik hoop jullie ook. Nou, hopelijk vonden jullie het leuk om mee te kijken hoe ik dit lieve schattige poppetje heb gemaakt. Ik in ieder geval wel. Geef me een duimpje omhoog als je meer van deze fantasiediertjes wil zien. En laat me ook weten wat jij leuk vindt te zien van dit soort beestjes. Als je een leuk idee hebt, hoor ik het graag. En kijk natuurlijk ook volgende week om 5 uur voor een speciale video. Ik wens jullie een hele fijne dag en een fijn weekend. En tot jongens, be unique!